Goedenavond allemaal. Wow. Mijn naam is Erwin Maas, ik ben programmamaker bij Studium Generale van de Universiteit Utrecht, het podium voor kennis en reflectie. Wie van jullie is voor het eerst bij Studium Generale? Ja, toch nog best wel wat mensen. Wie is voor het eerst bij Science Café? Zelfde mensen, plus nog een aantal anderen. Welkom allemaal. Voordat we beginnen wil ik toch nog even een corona-mededeling doen. Ja, ik snap natuurlijk dat deze avond die over intimiteit gaat uitnodigt om lekker dicht tegen elkaar aan te kruipen en heel erg intiem te doen, maar volgens het RIVM is dat niet de bedoeling en met een reden natuurlijk. Normaal hoef je je bij ons nooit te registreren, je hoeft je niet aan te melden voor onze evenementen. Nu zouden jullie toch graag willen vragen om, als jullie straks thuis zijn of morgen, ons even een mailtje te sturen met dat je er was. En dat kan naar info@sg.uu.nl. info@sg.uu.nl. Mocht het dan gebeuren dat er iemand toch corona blijkt te hebben, dan kunnen we makkelijker, of wij of de RVM, kunnen jullie makkelijker bereiken en vertellen dat jullie gevaar lopen of niet. Ik weet niet wat jullie met elkaar gaan doen. Misschien moeten we ook weten wie dan waar zit. Dan kunnen we ook lokaliseren. De mensen die daar zitten, die vinden het dan, die hoeven dan niet bang te zijn. Dat wilde ik graag nog eventjes zeggen. Welkom bij het tweede Science Café van dit seizoen. Het concept is eigenlijk heel simpel. We nemen één thema en we nodigen drie wetenschappers uit om daar vanuit hun eigen discipline op te reflecteren. De vorige keer hadden we het over religie en hoe religie zich aanpast aan nieuwe tijden en plaatsen. De volgende keer gaan we het hebben over het heelal, de stand van de sterrenkunde. En vanavond gaan we het natuurlijk hebben over intimiteit. Nou, intimiteit is natuurlijk een van de meest basale menselijke behoeften. Het kan een arm om je heen zijn als je het even moeilijk hebt. Het kan seks zijn, het kan oogcontact zijn met een vreemde of een mooi intiem gesprek met iemand die je goed kent. Maar hoe werkt intimiteit nou precies? En hoe belangrijk is intimiteit voor ons welzijn? En staat het in het huidige digitale tijdperk misschien wel onder druk, zoals sommige mensen beweren? Die vragen die gaan we vanavond beantwoorden met drie fantastische wetenschappers. Die ga ik nu aan jullie voorstellen. Ze is als experimenteel psycholoog verbonden aan de Universiteit Utrecht en doet onder andere onderzoek naar de effecten van aanraking op ons psychische welzijn. Mag ik een groot applaus voor Anouk Keijzer. Ze is bijzonder hoogleraar duurzame relaties en welzijn aan de Radboud Universiteit en als sociaal wetenschapper verbonden aan de Universiteit Utrecht. Esther Kluwer. En ze is hoogleraar communicatiewetenschap aan Tilburg University, waar ze onderzoek doet naar de effecten van... Ik hoor mensen Tilburg, komt ze Tilburg uit Brabant? Ja. Ja, ze is hier naartoe gekomen. Maar ze blijft hier op het podium. En dan doet ze onderzoek naar effecten van sociale media op onze vriendschappen. Marjolein Anteunis. Nou, welkom allemaal. Ik wil eigenlijk eventjes in de zaal beginnen. Mag het zaallicht nog eventjes aan? Het is een beetje lastig om de microfoon ertussen te komen, maar misschien kunnen jullie wat dingen roepen. Als ik zeg intimiteit, waar denken jullie dan aan? Contact, verbinding, relatie, knuffels. Ja, ook. Heb je hem bij je ook? Warmte. Veiligheid. Nog een keer. Samen. Genegenheid. Openheid. Hechting. Oh, dat vind ik al heel mooi. Is dat ook een beetje waar jullie aan denken? Bij intimiteit, Marjolein? Ik mis nog wel een beetje de digitale intimiteit. Dus vooral de verbale intimiteit. Dus wat we met woorden eigenlijk kunnen bereiken. Dus aandacht, interesse hebben voor anderen. Ja, ja. Dus de intimiteit in communicatie. Ja. Precies. Ja, Esther, was het ook klopt? Ja, ik vind het een hele mooie samenvatting. Goeie zaal, hè, hebben we. Emotionele intimiteit. Ja. Ja, precies. Jij, Anouk? Ja, eens. Ik ben natuurlijk vooral geïnteresseerd in een stukje aanraking. Ja. Maar dat hoorde ik in knuffel en warmte al wel terug. Ja, nou laten we met jou beginnen. Anouk, natuurlijk een van de meest
fundamentele en eerste vormen van intimiteit die we allemaal ervaren, dat is natuurlijk aanraking. Het is een behoefte die ons verankerd ligt. En uit steeds meer onderzoek blijkt ook dat aanraking positieve effecten heeft op onze mentale en fysieke gezondheid. Ja. En daar doe jij onderzoek naar aan de Universiteit Utrecht. De effecten van aanraking op onze gezondheid. Kun je daar eens wat over zeggen? Nou, er zijn meerdere studies geweest die laten zien dat aanraking een heel positief effect kan hebben op je mentale welzijn, maar ook op je fysieke welzijn. En een van die studies is bijvoorbeeld dat ze vrouwen met hun partner naar de universiteit haalden. Mm-hmm. En toen kon dat nog gewoon allemaal? Toen kon dat nog, ja. De laatste coronagrap hoor. Ik ga het niet en ze gingen kijken hoe goed die vrouwen met pijnen om konden gaan. En een van de manieren hoe we dat doen binnen de psychologie is dat we mensen vragen om hun hand in ijswater te leggen. Mm-hmm. Dat wordt op een gegeven moment best wel pijnlijk. Wat er in het onderzoek gebeurde is dat die vrouwen moesten hun hand in ijswater. Mm-hmm. En daarnaast zat of niemand, of een mannelijke onderzoeker die ze verder niet kenden, of hun eigen man en die hield hun hand vast. En je zag aan de onderzoeksresultaten dat de vrouwen die de hand van hun eigen man vasthielden, het langst hun hand in het ijswater konden houden. Mm. En hoe beter de relatie, hoe beter het huwelijk, hoe langer ze het vol hielden. Mm-hmm. Maar dat geeft dus wel mooi aan dat een simpele aanraking ervoor zorgt dat je dus een andere pijnbeleving krijgt. Kun je eens uitleggen wat er dan precies gebeurt? Dus ze zitten natuurlijk met die hand in dat ijswater. Maar wat gebeurt er als je op die manier wordt aangeraakt? Ja, wat denk ik goed is om mee te beginnen, is om te vertellen dat we twee soorten systemen in ons lijf en in onze hersenen hebben die aanraking verwerken. Mm-hmm. Dus je kan bijvoorbeeld aangeraakt worden door een insect wat op je arm loopt. Heel snel weet je precies waar dat insect is en je kan dat beestje meteen wegslaan. Dat is een hele snelle manier van aanraking verwerken. En ik noem dat altijd hele functionele aanraking. Ja. Aan de andere kant heb je ook de meer liefdevolle, strelende aanraking. Dus het vasthouden van iemands hand. Maar ook echt het aaien zoals je bij je partner doet. Of bij een goede vriend als je die bijvoorbeeld troost. En we weten uit onderzoek dat er dus in de huid speciale receptoren zitten. Die aangaan zodra je op een hele langzame, eigenlijk liefdevolle manier aangeraakt wordt. Mm-hmm. En dat die receptoren in verbinding staan met een speciaal gebied van de hersenen dat niet de functionele aanraking verwerkt, maar wat heel erg verbonden staat met eigenlijk emotionele verwerking. Ja. En op die manier heb je dus eigenlijk, in het Engels kun je het heel mooi zeggen, heb je sensing en feeling. Mm-hmm. En in het Nederlands hebben we maar één woord, voelen. Ja. Maar je hebt dus het functionele aanraken of het functionele voelen, maar je hebt dus ook het meer emotionele, sociale voelen en aanraken. En hoe maak je lijf dat onderscheid dan tussen dat vliegje dat je noemde? Ja, goed punt. En die, ja, wat als dat vliegje eigenlijk gewoon heel liefdevol jou aan het belopen is? Ja, goed punt. Die cellen in je huid die gaan aan bij een bepaalde aanrakingssnelheid. En die snelheid die moet tussen de 3 en 10 centimeter per seconde liggen. Nou, misschien loopt die vlieg ook net zo snel. We weten ook dat context van invloed is. Er zijn ook verschillende onderzoeken geweest waarin we noemen dit effective touch. En dit effective touch onderzoek doen we vaak met, ik heb hem meegenomen, make-up kwastje van de HEMA. Dus als je iemand in de HEMA ziet staan die alle make-up kwastjes aan het testen is, dat ben ik. Dit is het allerzachtste kwastje. En wat we doen in onze onderzoeken is dat we mensen dus heel langzaam met dat kwastje aanraken. Op hun hand of op hun arm. Met die specifieke snelheid. En in onze onderzoeken is er altijd vaak een student of een medewerker die het onderzoek afneemt. Maar er zijn ook onderzoeken geweest waarin er ook nog iemand anders was die het onderzoek afnam en die je dus met een kwastje aan zit te raken, namelijk iemand, een hele creepy man. Ja. En je zag dat de mensen dan de aanraking ook als minder prettig ervaarden. Dus dat laat wel zien dat context zeker van invloed is. En wie het. En eigenlijk, we gingen iets doen, toch? Je wilde mij ook als proefkonijn gebruiken. Ja, ik kan het wel even op jou laten zien. Ja, nou, dat wil ik wel hoor. Ja, nou, kom maar dan. Oké. Okay. Wat we meestal doen is dat we op de arm aanraken.
Ik doe zelf veel onderzoek met mensen met borderline, posttraumatische stressstoornissen, dissociatieve stoornissen. Daar zien we die mensen automutileren veel, dus die hebben vaak littekens hier. Dus ik doe het meestal bij mensen op de hand. Ja. Dus je mag je hand uitsteken. En wat we in het onderzoek doen... Ik vind het spannend. Is niet spannend. Okay. Het is eigenlijk super simpel wat we in het onderzoek doen. Anderhalve minuut lang ga ik je nu aanraken. En als dit het echte onderzoek zou zijn... dan zou je daarna een kort vragenlijstje invullen over wat je van die aanraking vond. Vond je het ontspannend, kalmerend, irritant, noem maar op. Dus en die aanraking doe ik of heel langzaam. Dus dat gaat ongeveer zo snel. Het is wel echt een heel zacht kwartje. Ja, dat is heel lekker. Ja. En dan hebben we ook nog wat we noemen de controleconditie. Dus om te checken of de functionele aanraking wel echt anders is dan de affectieve aanraking. En dat is eigenlijk gewoon heel snel. Dus zo simpel kan het zijn. Wat ik me dan afvraag, ik vond dit best wel prettig en ik kan me voorstellen dat heel veel andere mensen dat ook prettig vinden. Maar hoe komt het dat er ook een hoop mensen zijn die dat minder prettig vinden? Hoe komt dat verschil? Ja, dat is dus eigenlijk vooral waar ik zelf onderzoek naar doe. Waar het verschil precies vandaan komt, dat weten we op dit moment niet. Maar we weten dus wel dat er bepaalde groepen zijn, mensen met vaak psychische aandoeningen... die zo'n zachte aanraking eigenlijk helemaal niet prettig vinden. En dat zie je dus vooral terug bij mensen die of een trauma hebben meegemaakt... en of forse hechtingsproblematiek hebben. Mm-hmm. En hechting werd hier net ook al genoemd als onderdeel van intimiteit. En we denken dat de ontwikkeling van het aanrakingssysteem... vooral het sociale aanrakingssysteem... dat dat in de hele vroege kindertijd plaatsvindt. En vaak de mensen die een trauma-achtergrond hebben of een slechte hechting... aan de oude figuur, die hebben vaak in die hele vroege kindertijd weinig of verkeerde liefdevolle aanrakingen gehad. En misschien, we denken dus dat een reden kan zijn dat die mensen dat nu op latere leeftijd niet meer zo prettig vinden. Ja, dus die kindertijd, eigenlijk die allereerste aanraking die je krijgt, die is ontzettend belangrijk voor het effect dat het heeft op je gezondheid, ook in je latere leven. Ja. Ja, wat ik ook nog wilde vragen, het hangt natuurlijk ook af van in welke cultuur je bent opgegroeid. Daar zie je natuurlijk ook ontzettende verschillen. Ik bedoel, hier in Nederland raken we elkaar wel aan, maar het is anders dan in Italië bijvoorbeeld. Ja. Hoe zit dat? Ja, ja. Lekker voorbeeld hoor. Dit was niet de bedoeling. Spanje. Nederland en Spanje. Nou, ik moet zeggen, dat is wel echt anders. In alle landen wordt wel dat effective touch onderzoek gedaan, dus met dat kwastje. Maar we zijn nu ook bezig met... ik heb toevallig een studente, die komt uit Zuid-Amerika. En we zijn nu bezig met het ontwikkelen van een soort... we noemen dat een tactiele biografie. Dus eigenlijk een biografie die in kaart brengt... wat jouw aanrakingservaringen gedurende je leven zijn geweest. Mm-hmm. En we hebben die uitgezet... in Zuid-Amerika, waar zij veel contacten heeft, en ook in West-Europa, vooral Nederland. En we zagen daar wel dat er verschillen waren tussen die twee culturen. Dus dat in de Zuid-Amerikaanse deelnemers van het onderzoek, dat die een andere aanrakingsachtergrond hebben. Ja. We hebben je ook gevraagd om een fragment mee te nemen uit een documentaire. Dat is de documentaire Huidhonger van Lisa Reuben. Ja. En dat gaat over mensen die om diverse redenen een gebrek aan aanraking ervaren. Laten we even kijken naar dat fragment. Een paar jaar geleden begon ik met yoga. Ik herinner me heel goed dat er op een gegeven moment een les was waarbij een docent was en die hielp leerlingen in de houding. En toen raakte hij mijn arm aan en hij hield dat een tijdje vast. Op dat moment besefte ik me echt van wauw, ik word eigenlijk nooit aangeraakt. Thank you.
als je wel aangeraakt wordt, ja, dat maakt zo'n impact dan opeens. Als iemand met zijn hand jouw huid aanraakt, dat zo ontzettend, ja, indrukwekkend is als je dat helemaal niet meer gewend bent. Dat je zo in jezelf gekeerd bent geraakt, omdat je nooit aangeraakt wordt, dat je niet eens meer weet wat het is. En op dat moment voelde ik het weer. Ja, best wel schrijnend dit. Waarom wilde je dit laten zien? Nou, ik had die dus ik ben ook samen met Lisa, de maakster van deze documentaire, zijn we eigenlijk bezig om het publieke debat over aanraking een beetje aan te zwengelen. En dan niet de aanraking in de MeToo-hoek, maar meer de positieve effect van aanraking. En toen ik voor het eerst haar documentaire zag, het is een documentaire met 3 portretten. Het is een jonge vader die vertelt over de aanraking met zijn kind. En het zijn 2 oudere mensen die elkaar op latere leeftijd gevonden hebben en die uitleggen hoe belangrijk aanraking in hun relatie is. Maar het is dus ook dit jonge meisje die aangeeft dat ze eigenlijk een gebrek heeft aan aanraking en dat ook heel erg mist. En toen dacht ik, oh ja, ik herkende het vanuit mezelf, van toen ik die leeftijd was, totaal niet. Maar ik sprak wel andere mensen die de documentaire ook hadden gezien, die zeiden, oh ja, ik wist precies meteen wat ze bedoelden. Ja. En toen dacht ik, oh ja, het is natuurlijk niet iets wat als je heel jong bent of heel oud belangrijk is. Het is altijd heel belangrijk. En ook als je op jonge of middelbare leeftijd bent, kun je dus een gebrek hebben aan aanraking. Raken wij elkaar dan eigenlijk te weinig aan tegenwoordig? Ik vind het lastig om daar een oordeel over te vellen, want iedereen moet natuurlijk doen waar hij of zij zich comfortabel bij voelt. Ik vind het wel opvallend dat er steeds meer knuffeltherapeuten de kop opsteken. Aan de ene kant kun je daarom lachen inderdaad, dat moest ik in het begin ook. Aan de andere kant maakte zo'n therapeut ook wel een keer de opmerking tegen mij toen ik iets zei over, goh, het is wel heel erg dat we nu dus mensen betalen om met ons te knuffelen. Toen zij zei van, ja, we gaan ook wel naar een psycholoog om onze diepste geheimen bloot te leggen in plaats van dat we dat bij onze vrienden doen. Daar betaal je ook voor, dus waarom niet bij mij om aangeraakt te worden? En toen dacht ik, oh ja, daar heb je eigenlijk ook wel weer een punt. Ja. Ja, jullie onderzoeken natuurlijk ook mensen. Ja, de Esther. Ik had even een vraag. Want we zagen ook de kat in het. Ja, sorry, het klinkt heel hol. Maar kan een dier, of bijvoorbeeld kun je ook zelf dat effect van menselijke aanraking vervangen? Of is het, weet je of er in onderzoek ook verschillende effecten worden gevonden? Ja, vooral het zelf aanraken vind ik een interessant punt. Ik werk bij de afdeling neuropsychologie en wij zien heel vaak mensen met hersenschade. En wat bij sommige mensen met hersenschade gebeurt, is dat ze, als ze een verlamming hebben, dat ze ook niet meer weten dat bijvoorbeeld deze arm bij hun lichaam hoort. En wij hebben gemerkt dat wanneer dat heel lang aanhoudt bij mensen, dat als zij die armen gaan aanraken, dat die er eigenlijk als het ware weer bij hoort. En dat hebben we eigenlijk niet eens zelf bedacht. Er was een mevrouw, die had een beroerte gehad en die snapte dus ook niet meer dat dit haar arm was. En die zat op een gegeven moment de hele tijd zo. En die zei, ja, we zijn al zo lang samen, we zijn al 65 jaar samen. Ik moet gewoon een beetje lief zijn voor die arm en dan hoort hij er weer bij. En we hebben dat nu dus vaker ingezet bij patiënten. En je ziet dus dat echt werkt voor die mensen. Dus ja, ja. En als je kijkt bij dieren bijvoorbeeld, wat Esther ook vroeg, ja? Ja, ik weet eigenlijk niet of daar onderzoek naar is gedaan. Ik weet wel dat er onderzoek wordt gedaan met robots die een soort diervorm hebben. En dat het daarbij heel belangrijk is dat je de warmte, dus de lijfelijke warmte voelt. En dat je ook het heen en weer gaan van de ademhaling voelt. En dat je het dus zachtjes kan aaien, maar ik weet niet of er ook echt met huisdieren onderzoek is gedaan. Maar ik kan me goed voorstellen dat dat ook wel heel effectief is. Hm. Maar toch is het net anders, denk ik, dan sociale aanraking tussen 2 mensen. Hm. Nou, ik neem aan dat jij in je onderzoek, Esther, misschien ook wel die behoefte aan fysieke intimiteit tegenkomt. Daar gaan we het niet per se over hebben. Maar we gaan wel verder praten met jou, ook over liefdesrelaties. Ja, de mens heeft natuurlijk een neiging om intieme relaties aan te gaan. Dat blijkt ook wel uit de cijfers. In Nederland
zijn het huwelijk en samenwonen nog steeds de meest voorkomende leefvormen. Bijna 60% van de Nederlanders boven de 20 woont samen met een partner. En als het misgaat met de relatie, dan begint 1 op de 3 ex-gehuwden binnen een jaar weer een huishouden met een nieuwe partner. Dat doe ik ook wel vragen. Wat is nou het geheim van een duurzame relatie? Daar gaan we het met jou over hebben. Of het geheim. In een kwartiertijd. In een kwartier het geheim krijgen jullie te weten, dames en heren. Dus dat is heel fijn. Jij bent sociaal wetenschapper aan de Universiteit Utrecht. En een bijzonder hoogleraar duurzame relaties en welzijn aan de Radboud Universiteit. Misschien ook leuk om heel even te peilen in de zaal. Ik kom niet naar je toe, ik kom je niet vragen naar je relaties, maar wie heeft een liefdesrelatie of een romantische relatie? Ja, dat is volgens mij wel de meerderheid. Wie van hen is ook getrouwd? Oh, intiem, hè, om dat allemaal zo te delen met het publiek. En wie woont er samen? Ja, nou, misschien zitten we wel ongeveer op die 60... procent. Esther, ik kan me voorstellen als je bijzonder hoogleraar duurzame relaties en welzijn bent, dat mensen je ook wel vragen om relatietips. Krijg je dat vaak te horen? Ja, en regelmatig. Kun je dan ook tips geven of moet je dan telkens zeggen, nee, ik ben wetenschapper. Dat zeg ik dan natuurlijk altijd en ik leg ook uit hoe complex relaties zijn tussen twee individuen die elk hun bagage hebben aan persoonlijkheid, aan hechting, hebben we al gezien, hè, wat in vroegere ervaringen. De interacties die tussen mensen plaatsvinden die ook weer uniek zijn, dan is er nog een context en dan veranderen relaties ook nog over tijd. Dus dat is echt enorm complex. Ja. En wat ik dan altijd wel aangeef is, hè, als je nou kijkt naar de basale aspecten van relaties, dan is intimiteit wel een van de basale aspecten. Ja. Het gevoel van verbondenheid, gevoel geliefd, gehoord en gekend te worden, is een hele fundamentele behoefte. We zoeken als mensen eigenlijk allemaal 1, 2, 3 mensen uit in ons leven waarmee we dat gevoel hebben. Mm-hmm. Dat de partner kan dat zijn, maar dat kan ook een familielid zijn of een beste vriend of vriendin. Ja. Dat noemen we de need to belong. En wij willen allemaal graag ergens bij horen bij een groep, maar ook intieme relaties hebben met anderen. Ja. En dan heb ik het eigenlijk over de emotionele intimiteit. En dat gaat heel erg over je gekend en geliefd voelen voor zoals je bent. Ja. En om dat te ontwikkelen is het heel belangrijk dat je je laat kennen. Dus dat je vertelt over jezelf en niet alleen maar de buitenkant, maar ook de binnenkant laat zien. Ja. Maar het is ook altijd, het moet ook ontvangen worden door de ander. En responsieve gedrag van de partner, van de interactiepartner noem ik dat. Dat kan de vriend of de partner zijn. Is ook heel belangrijk. Dus dat je het gevoel krijgt, ik word ook echt begrepen. Het wordt ook echt gehoord wat ik vertel. Dus die intimiteit die gaat niet alleen maar, die zit niet alleen in iets wat je krijgt, omdat je bijvoorbeeld de intimiteit krijgt van iemand anders, bijvoorbeeld een aanraking of juist steun, maar die geef je ook zelf door open te zijn naar die ander. Ja, dus het is een soort wisselwerking tussen iets laten zien van jezelf, je letterlijk of figuurlijk blootgeven, ja, maar die ander ontvangt het ook en reageert er ook op. Ja. Dus als je een heel verhaal vertelt over iets wat je hebt meegemaakt, wat je geëmotioneerd heeft, en die ander zegt, oh ja, leuk, interessant, wil je wat drinken? En je gaat er helemaal niet op in. Ja, dan ontstaat niet dat intieme gesprek. Ja, jij doet natuurlijk onderzoek naar duurzame relaties. Wat is een duurzame relatie? Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Half jaar, één jaar? Nee, eigenlijk 20. Vind ik dat niet zo interessant, niet zo belangrijk. Waar ik vooral onderzoek naar doe is, wat bepaalt nu de kwaliteit van de relatie en hoe lang het dan duurt, dat bij de een langer dan bij de ander. Ja. Maar het is met name ook die relatiekwaliteit die ook van invloed is op ons welzijn en zelfs onze fysieke gezondheid. Mensen die goede, als je een relatie hebt, dan is het wel belangrijk dat die ook goed is. En als die niet goed is, dan heeft dat negatieve effecten op je welzijn. Nou ja, laten we het zo hebben over die effecten. Ik zou eerst wel willen kijken wat dan zo'n duurzame relatie, wat de kwaliteit daarvan goed maakt en welke rol intimiteit daarin speelt. Wat zijn nou echt de voorwaarden voor een kwalitatieve duurzame relatie? Ja, het is moeilijk te zeggen van nou, oké, als je nou dit hebt, die 5 dingen, dan is het goed. Ja. Maar als we het vragen aan mensen, we werken ook veel met vragenlijsten, we volgen mensen langere tijd in de tijd, om ook te kijken hoe de relatie ontwikkelt,
dan is die intimiteit en die responsiviteit een hele belangrijke. Natuurlijk hoe mensen interacteren, hoe ze met elkaar omgaan, of ze vaak ruzie hebben en hoe ze die dan oplossen, is ook een belangrijke. Maar we hebben nog een behoefte, daar doe ik ook onderzoek naar, en dat is het gevoel dat we autonome wezens zijn en zelf graag willen bepalen wat we doen. Ja. En dat lijkt soms op gespannen voeten staan met die verbondenheid die we ook graag willen in relaties. En wat is die autonomie? Dat is vrijheid, dat we eigenlijk ook los van die ander willen zijn? Nou, het is eigenlijk niet zozeer onafhankelijk zijn, maar zelfsturend zijn. Regie hebben over dat wat jij wil, dat je dat ook voor elkaar kunt krijgen. Of dat je in elk geval de dingen doet in het leven die jij belangrijk vindt. Mm-hmm. En dat is wat anders dan, ik ga lekker mijn eigen gang en ik trek me niks van de ander aan. Ja. En wat we eigenlijk vinden in onderzoek is niet zozeer dat het of het een of het ander is, wat zorgt voor kwaliteit, maar en-en. Ja. En dan denken we vaak van, oh, maar kan dat dan? Hè, verbondenheid, maar ik wil ook mijn eigen ding doen en mijn eigen leven bepalen. Maar het gaat meer om authenticiteit, dus het gevoel te hebben, ik kan mezelf zijn in deze relatie. En als ik iets wil, dan kan ik het ook voor elkaar krijgen, tuurlijk. Je moet compromissen sluiten soms. Mm-hmm. Maar ik blijf ook in de verbondenheid met die partner. Zijn deze factoren, je hebt dus autonomie en je hebt die verbondenheid of intimiteit. Is dat eigenlijk meteen als we in onze tienerjaren beginnen met serieuze relaties. Zijn dat dan ook de belangrijkste aspecten? Nou, wat wel aardig is, je ziet, de hechting werd er genoemd. Hè, dat is natuurlijk een van de eerste dingen die, als we op de wereld komen, is dat we ons gaan hechten aan de ouder. En daar doen baby's ook heel erg hun best voor, om dat goed voor elkaar te krijgen. En ja. Ouders doen dat ook. Maar je ziet ook dat kinderen, zich, als ze groter worden, ook een behoefte aan exploratie hebben. Een behoefte aan autonome wezens te worden. Zelf te bepalen wat ze doen, zelf beslissingen nemen. Dus kinderen van 2 doen dat al, maar ook pubers doen dat heel erg. Zijn bezig met wat kan ik zelf beslissen en wat kan ik zelf doen. Maar ik wil er ook graag bij horen. Ja. Ik wil ook weer terug naar mijn ouders kunnen om de zorg en de veiligheid. Nou, dus die twee dingen, daar wordt al heel erg mee geëxperimenteerd. En dat blijft wel een opdracht, ook later in je leven, om wel de verbondenheid te hebben, maar ook jezelf te kunnen zijn. Je bent niet, hè, je bent niet hetzelfde met die andere partner. En in hoeverre, want je noemt nu eigenlijk ook andere situaties, in hoeverre verschillen die factoren die zo belangrijk zijn, die autonomie en die intimiteit, in hoeverre verschillen die in liefdesrelaties van vriendschappen bijvoorbeeld? Want dat lijkt me ook daar belangrijke aspecten. Nou, ik denk dat de intimiteit is wel een kenmerk, en met name ook de seksuele intimiteit, ja, is natuurlijk wel een kenmerk van partnerrelaties. Ja. Voor veel mensen ook de exclusiviteit. Ja. Dat toch die intimiteit vaak nog weer een tandje hoger is, zeg maar, dan in veel vriendschappen. Mm-hmm. Maar ook in vriendschappen geldt natuurlijk dat je ook zelf wil beslissen. Je wil niet altijd doen wat de ander zegt. Je wil eigenlijk samen bepalen en ook, ja, eigenlijk door je eigen wensen geïnformeerde beslissingen nemen. En gaat het dan ook dus fout, als er relaties misgaan, gaat dat dan ook fout op die gebieden, op autonomie en op intimiteit? Intimiteit en problemen rondom intimiteit zijn wel de belangrijkste redenen om bijvoorbeeld bij een relatietherapeut aan te kloppen. Daar hebben we zelf ook onderzoek naar gedaan, van wat hebben mensen nu voor problemen als ze bij een therapeut komen. Mm-hmm. En dan staat intimiteit, met name de emotionele intimiteit, maar ook affectie kunnen tonen en meer de fysieke intimiteit, heel hoog in de top 3, zeg maar. Ja. Dus als het daar niet goed loopt, dan raken mensen als het ware onthecht. Maar je zou ook kunnen zeggen, een andere is te weinig autonomie in je relatie. En dan raken mensen als het ware verstikt. En dat zijn ook weer, dan raken ze zo in elkaar verstrengeld. Mm-hmm. Met name ook in interactiepatronen, dat ook niet goed werkt. Zie je daar ook nog verschillen tussen mannen en vrouwen in hun behoeften daarin? Nou, in mijn eigen onderzoek, daar kijken we altijd wel naar, want we doen ook onderzoek bij stellen. Maar eigenlijk vinden we daar niet zo heel veel verschillen tussen mannen en vrouwen.
Je ziet wel in vriendschappen, misschien dat jij daar ook nog meer over weet, maar dat vrouwen vriendschappen, hè, vrouwen vaak ook intieme vriendschappen met andere vrouwen hebben. Terwijl mannen voor hun intimiteit vaker de partner nodig hebben. Ja. Voor deze, zeg maar, verdergaande intimiteit. Ik ben toch wel geïnteresseerd. Hoe doe je dat onderzoek? Hoe zet je dat op? Nou ja, wij doen dit onderzoek vaak door grote groepen stellen te ondervragen. Dus ze vullen online vragenlijsten in. Het gaat ook vaak wel over intieme zaken. En dat doen ze ook graag online en anoniem. We kunnen ze dan wel aan elkaar koppelen, zodat we weten wat partners allebei zeggen. Mm-hmm. En door ze te volgen in de tijd. Het is heel moeilijk om dit echt in het laboratorium te onderzoeken. Te zeggen, nou, jij krijgt nu een intieme relatie en jij niet. En dan gaan we eens even kijken wat we gaan je even volgen, 20 jaar in het lab. Dat kan niet. Dus we doen dat toch vaker door ze langere tijd te volgen. En dan te kijken, oké, als het nou op tijdstip 1 zo gesteld is met die relatie, hoe ontwikkelt zich dat dan over tijd? Ja, ja. En is die intimiteit altijd zo belangrijk geweest? Als ik zo een beetje aan de 19e eeuw denk, niet dat ik het toen was, maar ik stel me zo voor van huwelijken die geregeld worden en misschien is die intimiteit dan niet zo belangrijk. Zie je ook dat die rol van die factoren die je net noemde, dat die veranderd is in de loop der tijd? Ik denk het wel. Ik heb dat natuurlijk ook niet vanaf 1900 onderzocht. Nee, jij was er ook niet bij. Nee, was ik er ook nog niet. Maar nee. We vragen wat dat betreft meer van onze partners nu. Omdat ook intimiteit en goede vriendschap te hebben in je relatie en passie en et cetera. Terwijl het vroeger wat meer een verbond was. Je ging trouwen, je ging kinderen krijgen en hij zorgde voor het inkomen en zij voor de kinderen, bij wijze van spreken. Dat was meer een afspraak, soms ook een economische afspraak. En er wordt wel eens gezegd dat sinds de romantiek in de relaties is gekomen, is het een en al ellende geworden. De echtscheidingscijfers gaan omhoog. Want nu willen we zoveel van die relatie dat het eigenlijk nooit meer helemaal gegeven kan worden. Ja, nou ja, dat zou ook nog een vraag zijn. Van hoe gaat het eigenlijk met die relaties in Nederland? Als jij zo een beetje naar je onderzoek kijkt. Dus ik heb het vandaag nog even gecheckt, maar heel goed. Het is net AIX. Nee, kunnen het ook even van de zaal vragen dan? Nee, we zitten op ongeveer 38-39%, redelijk stabiel over de laatste jaren, wat eindigt in een echtscheiding. Mm-hmm. En als je kijkt in Europa, dan doen we het nog helemaal niet zo slecht. We zitten onder het gemiddelde qua echtscheidingspercentage. Ja. Dus in landen om ons heen is dat soms nog een stuk hoger. Ja. Het laatste punt, want ik zei dat ik terug zou komen op die effecten die dat hebben van een goede relatie heeft op je eigen functioneren. Kun je daar wat meer over vertellen? Hoe belangrijk is het om zo'n kwalitatief goede relatie te hebben? De effecten worden gevonden op zowel de fysieke als de mentale gezondheid. Dus mensen die een goede relatie hebben, zijn ook fysiek gezonder op allerlei indicatoren. En die effecten zijn niet heel groot, maar ze zijn ongeveer even groot als het volgen van een gezond dieet, voldoende beweging op de gezondheid. Dus dat vinden we over het algemeen best belangrijk. Ja. De effecten zijn groter als je kijkt naar andere vormen van welzijn, bijvoorbeeld depressieve gevoelens en gewoon zeg maar mentaal welzijn. Ja. En er zijn relaties gelegd met sterftecijfers, et cetera. Dus het hebben van goede relaties, maar meer in het algemeen ook sociaal geïntegreerd zijn, dus niet eenzaam zijn, mm-hmm. is heel belangrijk voor mensen. En dat is logisch, we zijn groepsdieren, we hebben elkaar echt nodig. We zoeken elkaar op. En dat zie je terug in effecten op gezondheid. Ja. Anouk, jij doet natuurlijk onderzoek naar aanraking. Kijk je daarbij ook specifiek naar liefdesrelaties en de rol van aanraking daarin? Op dit moment nog niet. Er is wel een nieuw project gestart waarin we kijken of we mensen met Parkinson, hun pijn, mensen met Parkinson ervaren vaak veel pijn. En medicatie is daarbij niet altijd heel werkend. En wij zijn nu aan het kijken of we door de partner of de mantelzorger te vragen eigenlijk een aanrakingsinterventie te doen. En dan niet met zo'n stom kwastje, maar gewoon echt met de hand.
om te kijken of we de pijnbeleving bij mensen met Parkinson kunnen veranderen. Dus in die zin kijken we wel naar partnerrelaties of mantelzorger-cliëntrelaties. Maar in mijn eigen onderzoek kijk ik daar nog niet naar. Maar het probleem daarbij is ook dat, jij gaf net aan dat het hebben van relaties belangrijk is voor je mentale gezondheid. Ik kijk dus naar mensen die mentaal ongezond zijn en een van hun problemen is vaak ook dat ze niet zo'n heel groot sociaal netwerk hebben. Mm-hmm. En dat ze dus vaak ook geen partner hebben. Ja. Marjolein, we gaan verder met jou. Een groot deel van het contact dat we met mensen hebben, dat speelt zich natuurlijk tegenwoordig af in de digitale wereld. Hoe intiem is dat nou eigenlijk? Daar gaan we het met jou over hebben. Je bent hoogleraar communicatiewetenschap aan Tilburg University. En je doet onder andere onderzoek naar de invloed van sociale media op onze vriendschappen. Weer even een pijlmoment. Wie zegt contact via social media is minder intiem dan fysiek contact? Ja, dat is toch bijna iedereen. Wie zegt contact via social media is helemaal niet intiem? Toch wel een aantal mensen. Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat als mensen horen dat jij bezig bent met digitale intimiteit eigenlijk, dat ze toch even denken van digitale intimiteit. Als we het hebben over sociale media, dan denken we eerder misschien aan polarisering dan soort of nader tot elkaar komen. Wat zeg jij dan? Ik zeg dat ze alle twee gelijk hebben en dat het alle twee correct is. Dat wil zeggen dat er gebeurt veel polarisatie door sociale media, door internet. Maar ik richt me vooral op de positieve aspecten en op vriendschappen. En daar zien we dat er ook heel veel eigenlijk positieve zaken gebeuren. En een paar dingen werden net ook al genoemd door Esther, terwijl ze het niet over digitale relaties had. Maar één aspect wat heel belangrijk bijvoorbeeld is in relaties, en dan heb ik het met name over vriendschappen en ja, vooral over romantische relaties, is openheid. En wat we zien is dat we via digitale media, dan denk vooral aan WhatsApp, want dat doen we het meeste eigenlijk. Hè. Als we kijken naar onze interacties op een dag, dan is de meerderheid nog face-to-face. Maar daar komt snel daarna al WhatsApp-interacties. Ja. En bellen doen we eigenlijk bijna niet meer. Ja. Maar openheid is dus heel belangrijk. En juist via die digitale kanalen zoals WhatsApp, waarin we chatten en de andere persoon niet zien, durven we vaak meer open te zijn. En Esther gaf het ook al aan in de manier waarop zij hun proefpersonen bevragen, is via een online vragenlijst. En waarom? En dat is dat mensen vaak online zich anoniemer voelen. En je bent dan dus niet anonieme, want je weet heel goed dat je misschien wel met je partner aan het appen bent of met je vrienden. Maar je voelt je wel anoniemer. En om dat een beetje wat leefbaarder te maken, moet je denken, het is niet helemaal hetzelfde, maar moet je een beetje denken aan dat je met je partner vrijt met het licht uit. Vaak als het licht uit is, of als WhatsApp niet zo heel veel is als vrij met je partner met het licht uit. Kijk, dit is altijd het gevaar van zo'n voorbeeld. Ja. Maar het gaat erom dat je op zo'n moment voel je vaak wel iets vrijer om open te zijn. En om jezelf, in dat geval fysiek, bloot te geven. En daar gaat het bij mij niet over in mijn onderzoek. Maar wel dus gewoon emotioneel bloot te geven. En je durft daardoor dus persoonlijke zaken te delen. Wat heel belangrijk is binnen een vriendschap ook. Ja. Maar ook is dat contact is vaak gewoon even, oké, ik zie je zo. Dat is nou niet iets wat ik meteen associeer met intimiteit. Nee, dat klopt. Er wordt ook heel vaak nagerefereerd. Als we het hebben over de negatieve effecten van sociale media, is dat het kort en oppervlakkig is. Mm-hmm. Als je gewoon aan zich naar de inhoud van dat bericht kijkt en je zegt inderdaad, ik zie je zo, of we eten vanavond friet, want ik heb geen zin om te koken, is dat inderdaad niet intiem. Maar het feit dat je voortdurend met je partner op die manier, of met vrienden die je anders niet zo heel vaak zou zien. Of denk bijvoorbeeld aan familie. We hebben denk ik allemaal wel familie-appgroepen, vermoed ik. Oh, denken mensen. Oh ja, die heb ik. Soms vind je dat heel leuk, soms iets minder. Maar er worden in ieder geval, die van mij en vele anderen, worden best wel gewoon hele oppervlakkige, onzinnige dingen, ogenschijnlijk onzinnige dingen gedeeld. Maar doordat je dat de hele tijd met elkaar kan delen, via WhatsApp, en dat heb je eigenlijk bijna altijd bij je. Je kunt nu ook nog een berichtje sturen naar je partner dat je in Utrecht in Tivoli bent, maakt dat we wel een gevoel van nabijheid ervaren. Mm-hmm. Dus het
continu contact hebben, ook al zijn het oppervlakkige contacten, geeft toch het gevoel van nabijheid. En dat is ook een vorm van intimiteit. Ja. Dus niet in de vorm van aanraking of hele persoonlijke dingen delen, maar het verbonden voelen. Het gevoel hebben dat ik, waar ik ook ben, of ik nu in Utrecht ben, terwijl ik mijn partner in Zeeuws-Vlaanderen woon, ik heb toch het gevoel, omdat ik hem straks nog even kan appen, dat hij bij me is. Ja. En dat is wel ontstaan, niet zozeer door sociale media, maar eigenlijk met name door de mobiele telefoons, door de smartphones. Ja. En die sociale verbondenheid die daardoor kan toenemen, dat is iets positiefs. Dus je leidt dan eigenlijk een soort van parallele levens, waar je heel dicht bij elkaar bent. En dan hebben we het over sms'en, dan hebben we het over WhatsApp, we hebben natuurlijk ook nog Facebook. Dat is natuurlijk nog een andere vorm. Als ik daarnaar kijk, dan denk ik, ja, dat lijkt wel een soort van intimiteitsindustrie te zijn, waarin we de hele tijd dingen moeten delen, eigenlijk heel intiem moeten zijn. En dan is er ook nog een reactie die we dan verwachten van de andere kant, dat mensen dat liken, dat ze daarop reageren. Dat is wel weer een soort andere vorm dan dat WhatsAppen bijvoorbeeld. Ja, dat klopt ook. Het belangrijkste verschil is eigenlijk dat een platform is wat eigenlijk open is. Dus op het moment dat jij daar iets persoonlijks tegen je partner zou zeggen, en je doet dat via je Facebook wall en niet via een privé message, dat kan iedereen dat zien. Ja. En daardoor zal je op die plekken andere dingen delen dan dat je in een WhatsApp doet, dan dat je in een familie-app deelt, zeg maar. Ja. Dus dat is wel degelijk een verschil. Maar wat wel weer heel goed is aan die sociale media platformen zoals Facebook en Instagram, ondanks dat ze positief zijn, zie je ook daar een vorm van social grooming, noemen we dat. En dat is eigenlijk elkaar grooming. Ja. Ja. Dus eigenlijk elkaar aandacht geven. En dat is belangrijk in romantische relaties, maar ook in vriendschappen. Ja, dat je iemand zijn verjaardag niet vergeet. Dat je vraagt hoe zijn eerste werkdag was. Hoe de vakantie was. Gewoon attent zijn eigenlijk. Hè? Ja. En die sociale media, daar kan je van alles van vinden, maar die hebben wel allerlei kenmerken, die hebben allerlei features ingebouwd eigenlijk op die platformen, die social grooming eigenlijk vergemakkelijken. Ja. Dan kan je zeggen, in hoeverre is dat oprecht? Ja, als je niet weet wanneer iemand jarig is, oh ja, dan komt er een pling en dan, ach oh ja, natuurlijk, ja. Hey, gefeliciteerd. Maar het is nog steeds wel een bewuste keuze om iemand te feliciteren of niet. En ik weet niet hoe dat bij iedereen is, maar het is echt niet dat ik iedereen feliciteer waarvan ik 's ochtends een berichtje op Facebook krijg dat die persoon jarig is. Je maakt daar wel weer onderscheid bij. Maar dat gaat dan dus eigenlijk ook over intimiteit en echtheid en authenticiteit. Er is een soort van intuïtie dat mensen denken dat niet echt intiem is, omdat het niet heel erg spontaan is. Het is niet zo authentiek, omdat het gewoon, je wordt voorgeschoteld. Nee. Jij moet nu iemand feliciteren. Ja, maar wat ook belangrijk daarbij is om onderscheid te maken eigenlijk tussen verschillende soorten vriendschappen. We hebben hele hechte vriendschappen, maar daar hebben we er eigenlijk maar heel weinig van. Hè. Het verschilt een beetje per persoon. We hebben eigenlijk met tussen de 2 en de 10 echte goede vriendschappen. Maar wat denken we op social media, omdat we het allemaal vrienden noemen. We hebben 300 vrienden op Facebook. Dan denken we dat ook allemaal echte vrienden zijn. Nee, dat zijn er nog maar 10 echte vrienden. Die zie je toch wel. Daar weet je de verjaardag van. Ja. Die spreek je naar de vakantie. Of sterker nog, je gaat daarmee samen op vakantie. Maar we hebben het dan eigenlijk over die groep daarna, de kennissen eigenlijk. Hè? Dus, en het is ook niet dichotoom. Het is niet dat het is of goede vriendschap of helemaal geen goede vriendschap. Nee, het gaat van heel hecht tot vage kennis. En juist die buitenste groep van kennissen, vage kennissen, oud-collega's, mensen die je kent van de middelbare school of in je vorige werk. Die mensen, die kunnen we juist via social media veel makkelijker bereiken. Dus wat is er gebeurd door social media, is dat eigenlijk ons actieve sociale netwerk is vergroot. Hmm. Dus stel je voor dat je netwerk bestaat uit 100 mensen. Nou, normaal gesproken is daar maar een bepaald percentage actief. Dat is ongeveer 20% van je sociale netwerk. Maar je moet je realiseren, je sociale netwerk is heel groot. Daar heb je eigenlijk geen weet van, want dat zijn eigenlijk alle mensen die je kent. Ja. Maar door de komst van sociale media en digitale technieken zoals WhatsApp, is het veel makkelijker om aan die social grooming te doen of om een berichtje te sturen. Ja. Dus die persoon die ik nu een fijne verjaardag wens op Facebook, die had ik, als er geen digitale platform was geweest, had hij nooit meer iets van mij gehoord. Ja. Snap je? Dus je moet het ook over die groep hebben. En doordat ons sociale netwerk, ons actieve sociale netwerk groter wordt, zien we dus ook allerlei voordelen. En één daarvan is sociaal kapitaal wat toeneemt.
En dat zijn eigenlijk alle baten die je ontvangt van je sociale netwerk. Dat kan zijn dat je een fiets mag lenen als je vanavond ergens in Utrecht logeert. Maar dat kan ook het krijgen zijn van emotionele steun na een scheiding of een ruzie. Dat kan het vinden zijn van een stageplek voor je zoon via dit. En dat sociale kapitaal, dat wordt groter. En dat is ook heel belangrijk voor ons welzijn. Je bent tot nu toe een voortreffelijke pleitbezorger van digitale intimiteit. Maar je zei aan het begin ook, het zijn niet alleen positieve effecten. Nee, misschien klopt. Moet het even over de negatieve hebben dan. Absoluut. Het is denk ik, dat vind ik heel belangrijk. Vaak zie je in de media, maar ook wel op verjaardagsfeestjes, wordt er vaak één kant op geduwd. Het moet of goed zijn of slecht. En ik pleit er altijd voor, en dat zien we op basis van ontzettend veel studies in verschillende vormen, bij jongeren, bij ouderen. Ik zie dat zowel de positieve als de negatieve effecten eigenlijk tegelijkertijd plaatsvinden. Die zijn coexistent. Dus de smartphone, sociale media heeft voor jou positieve effecten, die sociale verbondenheid. Maar tegelijkertijd ook kan het leiden tot sociale isolatie. Mm-hmm. Dus binnen één persoon zien we positieve en negatieve effecten optreden. Ja. Ja, maar wat zijn dan die negatieve effecten? Nou, dat is dan die sociale isolatie. En wat we eigenlijk zien is dat de nabije vriendschappen, contacten, niet eens zozeer vriendschappen, maar contacten, dat die onder druk komen te staan door eigenlijk de mobilisering van ons communicatiegedrag, door die smartphone. En door die smartphone kunnen we, terwijl we op een terras zitten met vrienden, kunnen we ook nog even WhatsAppjes sturen naar je ouders over wat je gaat eten, of naar je partner dat je later komt, of noem zomaar op. Dat is aan de ene kant heel fijn, hè, dat is die sociale verbondenheid. Maar tegelijkertijd kan ik op dat moment minder verbonden zijn met die nabije interactie die ik heb, met die personen waarmee ik op het terras zit. Dat is leuk altijd, die stellen die je dan ziet en dan tegenover elkaar zo dat eventjes. Dat is altijd wel, en als ik plaatjes kan laten zien, is dat er wel één die ik laat zien. En dan ben je eigenlijk, we hadden dat eerder ook al over, dan ben je eigenlijk alleen, of je bent eigenlijk samen, maar toch alleen. Je zit daar met z'n tweeën samen te eten in een restaurant, maar je zit alle twee op je telefoontoestel. Ja. En dan ben je eigenlijk samen, maar alleen. Ja. De positieve kant is dat je dus via de digitale technologieën ook alleen kan zijn, maar toch samen. Als je s'avonds alleen in een hotelkamer zit en je kan nog even met je partner WhatsAppen of Skypen, dan is dat heel fijn. Ja. Dus dat zijn eigenlijk die twee dingen die eigenlijk continu gevolg kunnen zijn van digitale technologie. Ja, we hebben het natuurlijk nu over sociale media gehad, andere digitale technologieën. We hebben het vooral over het nu gehad. Je hebt ook een fragment meegenomen, dat is de trailer van de film Her. Ik weet niet, wie heeft film Her gezien van Spike? Ja, best wel, toch wel wat mensen, veel niet. Het is eigenlijk een film die gaat over de nabije toekomst, waarin mensen ook relaties aangaan met kunstmatige intelligentie. Laten we even kijken. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed? Get up! You're too funny. I know you're living in my mind. Theodore, I saw in your emails that you'd gone through a breakup recently. You're kind of nosy. Am I? You'll get used to it. It's not the same as being alive. So what was it like being married? There's something that feels so good about sharing your life with somebody. How do you share your life with somebody? If telling the truth is not polite. The woman that I've been seeing, Samantha, she's an operating system. You're dating in a West? What is that like? I feel really close to her. Like, when I talk to her, I feel like she's with me. I want to learn everything about everything. I want to discover myself. I want that for you, too. Keep going. Keep going. It's been a while since I've been to see you. Falling in love is kind of like a form of socially acceptable insanity. You're dating your computer? She's not just a computer. You always wanted to have a wife without the challenges of actually dealing with anything real. I'm glad that you found someone. I don't know what I want.
Am I in this because I'm strong enough for a real relationship? Is it not a real relationship? I can feel the fear that you carry around. I wish they could help you let go of it because I don't think you'd feel so alone anymore. You're beautiful. We're only here briefly, and while I'm here, I want to allow myself joy. I've never loved anyone the way I love you. Me too. Now we know how. Ik weet niet of je het allemaal goed hebt kunnen verstaan, maar een groot deel van de stem die je hoorde, dat was de stem van Samantha. En zij is eigenlijk een de assistant, zeg ja. maar. Een soort van voice, zoals we nu allerlei voice assistants hebben, zeg maar. Ja, met Alexa of Siri. En zij is zo eigenlijk de Siri van nu. Waarom wilde je dit laten zien? Nou, eigenlijk voor verschillende redenen komen eigenlijk, wat ik heel bijzonder vind in die film, is dat eigenlijk alle drie onze expertise's daarin terugkomen. Mm-hmm. Het gaat niet alleen maar over de mogelijkheden van verliefd worden op een computer of op een chatbot of een voice assistant, maar het gaat ook over het gebrek van aanraking. Dat komt ook in die film, dat kwam niet terug in deze dingen, maar ook over wat is belangrijk in een relatie. Ja. Dus dat is misschien ook wel belangrijk, wat ik graag zou willen meegeven, is dat je eigenlijk open moet staan voor mogelijkheden en onmogelijkheden. En dat vinden we vaak lastig. Ik kom dat vaak tegen met mensen die ik spreek, dat ze denken, ja, moeten we dat willen? Moeten we willen dat die jongen verliefd wordt op zijn voice, mm-hmm. Op zijn computer? Dat zeg ik niet, maar het feit is wel dat het kan, dat het gebeurt, dat veel mensen ook troost kunnen vinden bij een technologie. Dat is weer iets anders dan wat ik het net over had. En dan hebben we het over echte vriendschappen waarmee je communiceert. Ja. Maar er zijn mensen die heel veel steun kunnen vinden met bijvoorbeeld sociale chatbots. Dat wordt best wel vaak veroordeeld. Maar tegelijkertijd denk ik, als dat het welzijn van iemand op dat moment kan verbeteren, als technologie ons welzijn, sociale welzijn en relaties kan faciliteren, ja, dan hoop ik wel dat we daar ook wel voor openstaan. Maar dat neemt niks weg aan de nood die we hebben aan aanraking. Hè. Je ziet nu ook in de ontwikkelingen, ze proberen nu ook computers aanrakingen te kunnen laten doen. Ja, hè. Dat geeft een virtuele wereld. Dat je ja, dat geeft wel aan hoe primair die behoefte is, zeg maar. In relaties zien we ook, hè. We zien digitale technologieën kunnen heel veel dingen oplossen, kunnen ons intiem doen voelen met iemand anders aan de andere kant van de wereld. Maar in die end zien we, als we het over liefdesrelatie hebben, willen ze toch die aanraking, willen ze toch het contact, willen ze elkaar toch zien. Maar dat neemt niet weg dat er ook allerlei mogelijkheden zijn. En dat is denk ik ook de reden waarom ik die film wil laten zien, die niet per se positief is, maar die wel de mogelijkheden laat zien. Ja, want zij verdwijnt aan het einde. Dan heeft zij eigenlijk niet zoveel zin meer in hem, maar ze kan naar een wereld waar... Dan is het opeens een computer die weg is. Ja, precies. Ja. Als jullie zo naar Marjolein luisteren, ik zag jullie allebei knikken, jullie zijn het er wel mee eens. Ja, nou, allereerst bedankt voor de spoiler. Het leek me best een leuke film. Oh shit, ja. Jee, daarom lachten jullie. Oh. En maar 7 mensen hadden me gezien en de rest niet, hè? Oh, hoe maak ik dit er goed? Ja, sorry. Nee, maakt niet, dat gaat maakt niet meer lukken. Maakt niet uit. Wat ik me nog afvroeg is, misschien weet jij dat. Ik denk dat nu ook een generatie kinderen, jongeren is, die zijn opgegroeid met altijd het internet en ook altijd sociale media en het hebben van online vriendschappen. Ik ben niet van die generatie, dus ik ben ook nog uit de tijd dat we bij elkaar aanbelden. Heb je tijd om te hangen of iets leuks te doen of dat we elkaar opbelden? Zie je ook dat er een verschil is tussen die generaties? Dus de mensen die echt zijn opgegroeid met de sociale media en de mensen die sociale media in de loop van hun leven hebben? Ja, daar zie je verschil.
je moet wel realiseren dat die behoeftes van bijvoorbeeld of aanraking of face-to-face contact, die zijn zo primair, die hebben die generatie ook nog steeds. Ja. Wat ik me natuurlijk wel afvraag is, hoe is dat over 20 jaar? Dat ben ik benieuwd, want ja, dingen veranderen wel op een gegeven moment. Maar we zien wel in de behoeftes, maar ook vooral hoe ze communiceren, verschilt dus enorm tussen jongeren en ouderen. Hè. Bellen is daar een heel mooi voorbeeld van. Ik ben zelf ook nog opgegroeid in de tijd dat je dan belde met vrienden en vriendinnen na school. Die had je dan de hele dag gezien, maar toch ging je eindeloos bellen. Aan de telefoon. En dan zijn je ouders weer, nu ophangen, het is veel te duur. Maar je ziet wel, dus dat doen ze niet meer. Er zijn ook al studies die aantonen dat jongeren een soort van belangst hebben. Wat natuurlijk wel weer een ander iets aansluit. Hè? Want wat doet dat met het initiëren van een gesprek? Mm-hmm. Want dat feit dat ze belangst hebben, dat heeft vooral te maken met dat het invasief is. Hè? We hadden het net ook over gebondenheid en autonomie. We zien dus een tendens. Eerst was er enorme nood aan heel veel contacten hebben die need to belong. Fear of missing out zorgt er allemaal voor dat we continu online zijn. Dat is nog steeds zo, maar er is een kentering gaande, omdat we eigenlijk ook een beetje irriteren. Vinden om de hele tijd bereikbaar te zijn. Ja. We voelen ons eigenlijk een beetje sociaal gebonden. En daarin zie je dat vooral jongeren daar heel handig mee om kunnen gaan. Want die zijn als geen ander, die zijn de eerste gebruikers eigenlijk en weten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn. Dus hoe konden we van de blauwe vinkjes afkomen? Nou, op vliegtuigmodus of gewoon naar beneden scrollen. Jongeren wisten dat als eerste. Die kunnen eigenlijk wel beter al met die technologie omgaan dan volwassenen kunnen. Maar we zien zeker verschil, ja. Absoluut. Nou, eigenlijk wat je dus zegt is, we hebben deze technologische ontwikkelingen en daar kunnen we maar beter niet bang voor zijn, maar die moeten we omarmen en we moeten ook zien wat voor waarden ze kunnen hebben, ook als het gaat over intimiteit. Ja, maar het neemt niet weg dat je ook wel gewoon kritisch mag blijven, hoor. Dus ik bedoel, probeer wel bewust te zijn van de dingen die je doet. En probeer ook bewust te zijn van eigenlijk de negatieve effecten die er zijn. Want ik denk, en we noemen dat heel mooi fubbing, hè, dat je je telefoon gebruikt terwijl je met iemand anders face-to-face zit te praten. Nou, ik durf een weddenschap te doen. Ik denk dat 90% van de mobiele telefoongebruikers hier dat wel eens doet. Hm. Wees daar bewust van. Wie fubt er wel eens? Fub, hè? Fub? Fubben. Fubben. Ja. Ik weet niet wat die zijn. Dat is wel een hele intieme vraag. Ja. Wie pakt wel eens de telefoon terwijl je eigenlijk met iemand aan het praten bent? Ja, toch wel. Er wordt flink gefubt. Ja. Ja, ik denk dat we het allemaal doen, ook binnen partners. Hè? Dat is ook, er zijn ook best veel studies al naar wat mobiele telefoon doet binnen een romantische relatie. Nou, die zet dat wel onder druk. Ik heb ook al de eerste artikelen gezien over conflicten over Twittergebruik. Ja, ook. Dus, Ik had nog wel een vraag, als ik mag. Ja, tuurlijk. Maar ja, zeker, je had het over het negatief effect van het, zeg maar, het verstoren van het face-to-face contact. Maar wat ik ook merk is dat die social media ook allemaal heel erg op mooie plaatjes zijn. En op de leukste, hè, alles wat er mooi is, je eten en de selfies zijn allemaal met een filter. En dus wordt er ook, zie je ook effecten van sociale vergelijking op, nou, met name jongeren dan, denk ik. Ja. Ja en nee. Wat we zien is, die sociale vergelijking bij jongeren is er altijd al geweest. En die kan nu nog vaker gedaan worden. Dus daarin zien we wel een verschil. Maar het is niet dat er nu opeens sociale vergelijking is en voorheen niet. Alleen nu heb je continu toegang eigenlijk tot beelden van anderen, tot beelden van je peers. Maar bijvoorbeeld de zelfpresentatie, want dat is eigenlijk wat er nu veelvuldig gebeurt. Hè. Mensen laten zichzelf zien online. Die behoefte, die is er altijd al geweest. Ik maak ook vaak de vergelijking van als je naar een feestje gaat, of het feit dat we hier nu zitten, zeg maar, dat doen we ook niet in onze pyjama, zeg maar, en met een ongewassen haar. Ik bedoel, jij hebt een mooi pak aangetrokken, we hebben ook allemaal iets moois aangetrokken. Ja. Het feit dat je op het moment dat je naar buiten treedt, of dat nou is als je een college geeft, of als je hier zit, of als je uitgaat, of als je naar school gaat voor jongeren, dan wil je er altijd al graag goed uitzien. Daarin is niks veranderd. Dus het is niet dat die behoefte opeens er is. Nee, die was er altijd al. Wat wel is veranderd, is dat we eindeloos veel mogelijkheden hebben om dat te doen. En zodoende zijn er dus ook veel meer mogelijkheden om aan die sociale vergelijking te doen. En dat maakt wel eens dat er een soort van, dat overwicht krijgt misschien. Tegelijkertijd zie je wel bij jongeren, die hebben natuurlijk nog steeds ontzettend veel contact, gewoon face-to-face, alleen al op school. Dus die zien nog steeds gewoon ook
de mensen zonder filter. Ja. Maar met make-up. En wat is het verschil tussen make-up en een filter, zeg ik ook wel eens. Hè? Dus daar kan je van alles van vinden. Hè? Dat staat vooropgesteld. Maar het is niet iets nieuws, als het ware. Ja. Ik wil nog heel even terug naar die mensen. Er waren net een aantal die zeiden, contact met social media is helemaal niet intiem. Wie waren dat? Ja, volgens mij daar, ja. En, boven ook. Als ik die vraag nu nog een keer zou stellen, nog steeds handen omhoog? Ja, nog steeds handen omhoog. Misschien kom ik zo even bij jullie. Het is sowieso tijd voor jullie vragen. Dus ik kom naar jullie toe. De zaal ligt een beetje aan. Er zijn natuurlijk een hele hoop dingen waar we het niet over hebben gehad. Want intimiteit is zoveel. Hè. We begonnen al met een aantal woorden en een aantal termen. Wie zou wat willen vragen? Ja. Eens even kijken of ik daar makkelijk kan komen. Nee, ik wil mij graag wel zelf vasthouden. Dus ik ga, ja, sorry. Het is ook nog gezelliger. Dit gaat helemaal goed. Ik heb een vraag. Mijn definitie van intimiteit gaat over in hoeverre ik dingen laat binnenkomen. Dus hoeverre mijn binnenwereld verbonden wordt met de buitenwereld of andersom. En daar heb ik eigenlijk heel weinig over gehoord. Dus ik vroeg me af hoe jullie daar tegenaan kijken. Ja, daar is dan. En dan bedoel je in hoeverre dingen je raken? Of? Ja, bijvoorbeeld ook, ja, Marjolein vertelt dingen over, ook op afstand. Hè? Maar een heel plat berichtje zou me heel erg kunnen raken. Ook al staat er alleen maar, ik kom niet. Dat kan je zien als niet intiem. Maar ja, daar kan ik heel anders over denken. Want als ik het heel erg binnen laat komen, dat berichtje, dan vind ik het misschien wel heel intiem. Dus ik maak een beetje een andere manier van naar intimiteit kijken op die manier. Dan gaat het eigenlijk over alles wat je raakt. Dat is dan intiem. Ja, dat zou heel intiem kunnen zijn. En dan, want ook, even kijken, ik word de naam een beetje kwijt, maar Anouk, ze vertelde in het begin ook iets over dat aanraken, dat sommige mensen dat heel lastig vinden, dat zachte aanraken. En ik heb het idee, dat zijn dan prikkels die heel erg binnenkomen. Dat kan heel intiem zijn op een bepaalde manier. Ja. Dus het gaat volgens mij ook over intimiteit of daar problemen mee hebben. Gaat ook volgens mij over prikkels binnen laten komen of niet en daar in kunnen variëren. Want de helft van de wereld is overprikkeld, in mijn beleving. Kun je daar iets over zeggen, over die prikkels, Anouk, misschien? Ja, ik vind het wel een goed punt. We zien bijvoorbeeld bij mensen die heel snel overprikkeld raken, een groep zijn mensen met autisme of op het autisme spectrum. Dus die hebben in extreme mate last van prikkels, vooral van fysieke prikkels. En we zien dus ook dat zij die zachte, strelende aanraking veel minder prettig vinden, omdat het bij hun dus ook veel meer binnenkomt. En wat ik ook al een beetje noemde, is dat het dus ook heel contextafhankelijk is. Dus als Erwin jou nu heel zachtjes over je arm gaat aaien, dan is dat natuurlijk qua context heel raar en veel ja, of misschien wel helemaal niet, ja. Weet het. Of misschien niet, kan ook. Ja. Maar ik zou het een beetje vreemd vinden. Het zou een hele andere aanraking zijn en ook een heel ander gevoel, heel andere emotie, heel andere vorm van intimiteit oproepen dan als je partner of een goede vriend of vriendin of misschien een kind je op die manier zou aanraken. En alsnog zou een aanraking van zo'n aanraking van je partner bijvoorbeeld in een thuissetting anders zijn dan als hij of zij dat hier zou gaan zitten doen. Dus ik denk dat in die zin intimiteit ook heel erg contextafhankelijk is. En ik vind het eigenlijk wel mooi hoe jij het zegt. Intimiteit is voor mij wat binnen mag komen. En hoe ik mijn binnenwereld verbind met de buitenwereld. Ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie definitie. Okay. Jullie? En dan, nou ja, dat gaat nu te ver. Maar ik heb ook nog verschillende binnenwerelden. Dus het is misschien leuk om daar op een ander moment nog eens over uit te wisselen. Kijk, misschien na de... Klinkt interessant. Dat is ook heel intiem. Dankjewel. Is er iemand hier die misschien een vraag heeft? Want anders kijk ik daar. Ja, ik kom gewoon naar je toe. Maak dit.
Ja, of heb je, ja, doe maar. Wat zou jullie boodschap zijn aan de jeugd om te waken tegen die isolatie en die sociale druk die de mensen overvoeren? Vooropgesteld, die sociale... Misschien kun je hem toch nog heel even herhalen. Oh, sorry. Wat is de boodschap voor de jeugd om te waken tegen die sociale isolatie, hè? Ja, zei je. Ik heb daar altijd een heel duidelijke boodschap. Is durf onbereikbaar te zijn. En dat geldt ook voor volwassenen, want die hebben er net zo goed last van als de jeugd. Alleen zie je wel dat bij de jeugd, en dat wordt naarmate je ouder wordt gelukkig wel wat minder, is de fear of missing out iets groter. Dat hebben we allemaal, maar in de jeugd is dat iets groter, omdat je nog meer, sterker die behoefte hebt om ergens bij te horen. Maar durf onbereikbaar te zijn. Je mist niks door je telefoon soms uit te zetten. Of heel bewust op stil te zetten. En dan heb ik het niet over dat je opeens een maand lang zonder mobiel moet. Dat is tegenwoordig denk ik ook best wel lastig voor allerlei praktische zaken. Maar gewoon 's avonds, als je uit eten gaat of als je op stap gaat, neem hem niet mee of doe hem in je jas. Wees bewust onbereikbaar. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat ik daarin mee wil geven. Ja. Heb je daar wat aan? Trainen, ja. Hij doet het. ik heb wel bij mezelf het idee dat vroeger bijvoorbeeld als je een vraag aan iemand stelde, dan moest je wachten totdat je iemand zag. En dan stelde je je vraag en dan kreeg je antwoord. Maar nu kun je een appje sturen. En voorheen, als je dan een appje stuurt, dan krijg je meestal meteen antwoord. Maar nu gebeurt het me steeds vaker dat als ik een appje stuur, dat bijvoorbeeld een dag of een paar dagen duurt voordat ik antwoord krijg. En dan word ik heel ongeduldig, zeg maar. Maar is dat ook iets wat je met die sociale media hebt, dat je steeds sneller antwoord wilt? Of dat mensen steeds later antwoord geven dus ook. Ja. Nou, hier zie je heel goed de botsing. Ik gebruik dit voorbeeld ook altijd in het college. Hier zie je heel goed de botsing tussen die sociale verbondenheid en sociale gebondenheid. En mensen die dan gewoon denken, nee, ik wil niet dat de ander eigenlijk bepaalt wanneer ik sociaal contact heb. Want dat is natuurlijk het voordeel, maar ook het nadeel van sociale media. Het kan altijd. Daardoor zijn we ook een soort van gewoon geraakt, dat we dus ook altijd een reactie krijgen. En we zien, de online communicatie wordt ook steeds synchroner. Hè? Dus WhatsApp heeft allerlei kenmerken waardoor ze eigenlijk synchrone communicatie, face-to-face communicatie stimuleren. Je kan zien of iemand dan type is, je kan zien wanneer iemand online is geweest. Maar je kan ook zien de blauwe vinkjes wanneer iemand heeft gelezen. Hè? Dat zijn ook een soort van non-verbale cues. Je weet, het is aangekomen. Maar tegelijkertijd kan die ander misschien wel inderdaad net die avond lekker met vrienden op stap zijn en denken, ik ga daar nu helemaal niet op reageren. Want ik kies er nu voor om bereikbaar te zijn. Maar dat vinden we ook weer moeilijk. Want we denken, ja, we willen, het is toch snel, het is toch synchroon. En hier zie je precies het spanningsveld. Dus ja, ik zou toch ook willen zeggen van, ja, probeer dan ook gewoon te accepteren dat dat later komt. Want we willen juist ook dat mensen soms wat meer onbereikbaar zijn. En dat ze bewust kiezen om te interacteren. In plaats van maar de hele tijd door, terwijl ze aan het werk zijn, in een vergadering zitten of uit eten zijn. Maar het klopt, het is wel een spanningsveld. Ja, ik ga hem toch denk ik even doorgeven voor deze ene keer. Zouden jullie de microfoon willen doorgeven? Anouk, jij gaf aan, het maakt heel veel uit wie die aanraking geeft. Ja. En van de ene persoon vind je het heel prettig, van de andere vind je het echt onprettig. Ja. Dus het is belangrijk hoe je over die persoon ook denkt. Of misschien kan het ook een dier zijn. Maar er wordt ook onderzoek gedaan, zeg je, naar de aanraking door robots op mensen. Naar een robot toe heb je, ja, ik weet niet, ik denk geen gevoel. Dus kan dat, ja, kan dat überhaupt prettig gaan voelen zonder gevoel bij een robot te hebben, bijvoorbeeld? Ja, er wordt op twee manieren onderzoek gedaan naar aanrakingsinteractie met robots of AI-systemen.
Aan de ene kant worden robots getraind om onze aanrakingen te herkennen. Dus wij kunnen op heel veel manieren iemands arm aanraken. En op basis daarvan probeert een robot dus af te leiden wat we daarmee bedoelen. Aan de andere kant kunnen robots ons natuurlijk ook aanraken op een bepaalde manier. En ik denk dat onderzoek eigenlijk al wel heeft laten zien dat we dus wel vriendschappelijke relaties kunnen opbouwen met robots. Er is één onderzoeksproject waar ik zelf aan heb meegewerkt. Dat kinderen met diabetes type 1, die moeten al vanaf hele jonge leeftijd leren hoe ze met die ziekte omgaan. En daarom zijn er een soort van diabeteskampen voor die kinderen. Waarin ze op een leuke manier ook tips krijgen met hoe ze nou met hun ziekte omgaan. En wat er de laatste jaren op die kampen gebeurt, is dat er ook hele leuk uitziende robotjes meegaan. En die robots die gaan op een spelachtige manier die kinderen allemaal tips geven die met diabetes te maken hebben. En achteraf krijgen die kinderen dan een tablet mee naar huis. En op die tablet kunnen ze dan weer verder digitale spelletjes spelen met een avatar van die robot. En ons onderzoek heeft laten zien dat die kinderen dus echt een vriendschappelijke relatie opbouwen, ondanks dat het dus een robot is. En ik weet niet of dat voor hele jonge kinderen makkelijker gaat, omdat die heel erg gewend zijn aan robots, AI-systemen. Of dat anders is dan voor andere generaties. Ik weet niet, weet jij daar misschien iets over? Nou, we weten wel dat inderdaad, we zien wel dat er vriendschappen of gevoelens voor een machine kunnen ontstaan. Maar als we kijken naar, we hebben onlangs een studie gedaan om te kijken of mensen vrienden kunnen worden met een chatbot. We hebben een lange termijn studie gedaan en daaruit bleek dat dat niet het geval was. Maar dan heb je ook weer heel veel anekdotisch bewijs waarin je ziet van mensen die zo'n sociale bot ontwikkelen, en er wordt ook steeds meer ingezet in therapeutische contexten, ja, dat er heel veel baat bij is en dat mensen ook degene die die bot maken ook bedanken voor het feit dat die sociale bot hen door een hele moeilijke tijd heen heeft geholpen van, ja, bijvoorbeeld liefdesverdriet. Want die bot was er 's avonds, midden in de nacht, terwijl er niemand anders was om tegen te praten. Ja. Dus als je we zien studies die eigenlijk laten zien van dat we gevoelens kunnen hebben voor machines en dieren. We dichten ze ook allerlei persoonlijke eigenschappen toe. Maar als je kijkt naar wetenschappelijk bewijs dat er echt vriendschappen ontstaan, dat is er nog niet, maar het is wel heel veel anekdotisch bewijs. Dus ik denk wel als de behoefte er is, want dat is het, hè. De studie die wij hebben gedaan, hebben we onder studenten gedaan. Die zijn een heel sociaal rijk moment van hun leven. Zien continu eigenlijk andere mensen, gaan veel uit. Maar mensen die eenzaam zijn, die hebben een andere behoefte en zullen misschien wel sneller een sociale relatie kunnen ontwikkelen of gevoelens van vriendschap, ja, ervaren. Maar ik denk inderdaad wel het punt dat je maakte over de aanraking, dat dus weer lastiger is. Ook omdat we wel uit onderzoek weten dat we aanrakingen die bijvoorbeeld met zo'n kwastje vinden we al minder prettig dan met onze eigen hand. Dus de temperatuur van hetgene of degene die jou aanraakt, die is ook heel belangrijk. En een soort van, als het te precies is, dus er worden ook een soort van machines gemaakt waar dan zo'n kwastje ingaat die de hele tijd heel machinaal zo heen en weer gaat. Dat vinden we ook minder prettig dan zoals ik het net bij Erwin voordeed. Dan zit er toch altijd iets van de menselijke ruis in. En ja, dat lijkt dus wel heel belangrijk te zijn. En eigenlijk voor alle artificial intelligence systemen is het doel om een soort van neuraal netwerk, of in ieder geval een soort brein, na te bouwen. En ja, het brein is natuurlijk heel complex en vooral ook de verwerking van aanraking is heel complex. Dus ik denk dat het echt nog wel een toekomstbeeld is voordat aanraking door robots echt de menselijke kwaliteit van aanraking daaraan kan tippen. Maar er wordt zeker wel onderzoek naar gedaan. Ja, dat wel. Maar goed, goede vraag. Oké, dankjewel. Iemand die, ja. Ik wilde eigenlijk ook nog even naar jullie toe, want jullie zeiden van, die sociale media, dat is gewoon helemaal niet intiem. Maar ik weet niet of we daar nog aan toekomen. Wie had, jij. Oh ja, je was naar hem aan het wijzen. Of heb je zelf een vraag? Nou, dan begin ik met jou. Ik vroeg me af, bij de aanraking, wat we dus als mens prettig vinden, althans, daar is volgens mij ook verschil tussen. Tussen de een vindt fysiek eigenlijk veel fijner of komt veel meer binnen dan de ander.
Is dat ook iets, omdat je dat misschien door je jeugd of zo, andere factoren, of gewoon door karakter, dat vraag ik me dus af. Is dat iets wat je meer kan ontwikkelen om dat meer te waarderen? Of snap je dat, is daar iets nog in volwassen toestand, laat ik maar zeggen, op te verrijken? Ja. Ik weet niet of daar onderzoek naar is gedaan. Ik weet wel dat bepaalde groepen mensen die bijvoorbeeld na een therapeutische behandeling, en dit is dan vooral bewijs wat ik via patiënten hoor, dat ze na een behandeling bewuster zich zijn geworden van dat aanraken in sociale relaties er ook een beetje bij hoort. Dat ze dat in het begin niet zo prettig vonden, maar dat ze door dat vaker te doen het wel prettiger zijn gaan vinden. Dus ik denk dat je het zeker wel kan ontwikkelen of kan veranderen. Aan de andere kant kom je dan al heel snel op het punt, moeten dan psychiaters en therapeuten hun patiënten maar de hele tijd gaan zitten aanraken? Dat denk ik zeker niet. Ik denk ook dat het heel erg moeilijk is om een behandeling die gaat over aanraking op te zetten. Omdat, wat jij eigenlijk ook zegt, het is voor iedereen heel verschillend wat ze prettig vinden in aanraking krijgen, maar vooral ook in aanraking geven. Ik denk dat het belangrijkste is dat je doet wat op een natuurlijke manier in je opkomt. Dus iets wat bij je karakter past. Vooral in het geven van die aanraking. Want de andere persoon zal ook aanvoelen dat jij heel ongemakkelijk staat een knuffel staat te geven bijvoorbeeld. En dan komt het ook weer niet helemaal lekker binnen. Maar ik denk zeker dat het in de levensloop nog wel kan veranderen. Ja. Ja, dat haakt hier een beetje op aan, want nu hoor ik eigenlijk voor het eerst dat je iets zegt over het aanraken, terwijl het tot nu toe ging het alleen over aangeraakt worden. Klopt. Terwijl als ik voor mezelf spreek, ik denk dat ik aanraken nog intiemer vind dan aangeraakt worden. Ja. Is daar ook, kun je daar iets over zeggen, over het verschil tussen aanraken en aangeraakt worden? Staat hoog op mijn lijstje van wil ik graag onderzoek naar doen, hebben we op dit moment nog niet gedaan. Ik denk dat het ook, ik vind dat vooral interessant vanuit het punt dat bij bepaalde stoornissen dingen ook transgenerationeel, zoals ik dat noem, doorgegeven kunnen worden. Dus als je bijvoorbeeld kijkt, ik doe veel onderzoek bij mensen met borderline persoonlijkheidsstoornis. Zijn vaak vrouwen die op een gegeven moment wel weer kinderen krijgen, maar die wel veel moeite hebben met intimiteit en aanraking. En zij voeden hun kinderen ook weer op een bepaalde manier op, met een bepaalde manier van aanraken. En op die manier zou het ook weer problemen daarmee doorgegeven kunnen worden. Dus ik denk dat, vanuit dat oogpunt vind ik het zelf heel interessant om naar het geven van aanraking te kijken. Maar voor zover ik weet, is daar nog echt bar weinig onderzoek naar gedaan. Dus wordt hoog tijd. Ja. En is boven ook iemand die een vraag had? Oh ja, dan ga ik naar boven. Of ja. Dat kan namelijk. Trap. Ja, even wandelen. Dat ik kan wel door blijven praten om de tijd te vullen, maar het is ook niet zo heel hoog. Ik ben er bijna. Kijk. Goed, hier ben dichtbij. Mensen hebben spiegelneuronen. Kunnen ook intimiteit voelen door naar te kijken bij anderen? Ik kom niet goed verstaan. Mensen hebben spiegelneuronen. Kunnen we ook intimiteit voelen door te kijken naar anderen? Dat was de vraag. Hè? Ja. Supergoeie vraag, denk ik. De spiegelneuronen vraag. Ja, je wist dat die zou komen. Een van jullie schiet een van jullie meteen iets te binnen? Nee. Door te kijken naar anderen. Ja. Ja, bijvoorbeeld filmpjes of zo kijken of hoe iemand anders gestreeld wordt. Ik moet meteen een beetje denken aan ASMR. Kent iemand, weet iedereen wat ASMR is? Van die fluisterfilmpjes op internet? Krabben of krassen of wat dan ook. Ja. Ja. Daar moet ik eigenlijk meteen een beetje aan denken. En dat geeft veel mensen wel een heel fijn gevoel. En toevallig doe ik daar ook onderzoek naar, vandaar dat ik er ook aan moest denken. Maar dat mensen die heel graag die filmpjes kijken, ervaren dat ook als een heel intiem moment. En veel mensen die graag die filmpjes kijken, hebben ook in het echte leven dat soort fijne ervaringen. En ze omschrijven het dan ook als een heel intiem moment. En misschien dat dat inderdaad wel met die spiegelneuronen te maken heeft. Ja. En nu ik hier toch boven sta, is er toevallig iemand die nog een vraag... Ja, gelukkig. Ja, anders denk ik... Ik zou niet zeggen helemaal voor niets, want de vraag was goed hoor. Hoe ga ik dit doen? Ik ga hier langs.
We zijn bijna klaar hoor, mensen. Om 10 uur sluiten we af. Maar ik kan hier niet op een andere manier langslopen namelijk. Kun je nog even je hand omhoog steken? Want dan, ja, oké. Hi. In hoeverre denken jullie dat de generatie die op dit moment al vanaf de geboorte af aan in aanmerking is gekomen met technologie zoals computers, tablets, telefoons, noem maar op. In hoeverre denken jullie dat zij echt een duurzame relatie laten kunnen opbouwen en intiem durven te zijn met elkaar? Misschien nou, Esther? Nee, goede vraag. Nou, eigenlijk heb jij het al een beetje gezegd dat het is niet een vervanging alleen maar van intimiteit. Maar natuurlijk, het is er eigenlijk bijgekomen voor een groot deel, als ik het goed heb begrepen. En we blijven toch ook die behoefte houden aan die enkele partner of vriend die je echt heel goed kent. En met wie je ook die interactie hebt. En ik kreeg laatst ook al een keer die vraag en toen dacht ik van, goh, is dat vervangbaar? Maar ik denk dat het niet vervangbaar is, dat het ook zo ingebakken zit om relaties aan te gaan met andere mensen. Dat we, alleen al het feit dat we hier met z'n allen bij elkaar zitten, je had ook naar tv kunnen gaan kijken. Het heeft iets extra's waar we behoefte aan hebben. Dus ik geloof eigenlijk zelf niet dat het vervangen wordt. En ik geloof ook dat, nou ja, als je op een gegeven moment wil gaan samenwonen, misschien een gezin stichten, dat het ook om die reden vaak een reden is om dat toch samen te doen. Dus ik ben daar zelf optimistisch over. Jij ook, Marjolein? Ja, ik ook wel. Er is nog geen enkele, vanuit de wetenschap, geen enkel signaal dat anders zou zijn. En eigenlijk zien we ook door de eeuwen heen die behoefte. We zijn echt sociale dieren. En die behoefte die Esther in het begin ook omschreef, die need to belong, de behoefte aan een relatie, de behoefte aan intimiteit en contact. Ondanks dat die kunnen verschillen per mensen, maar ze zit wel gewoon in ons als mens. En dat maakt ook dat we zo extreem adaptief zijn, dat we ze ontzettend goed kunnen aanpassen met alle nieuwe middelen die we krijgen. Dat neemt niet weg dat er ook uitdagingen zijn, maar alleen al bijvoorbeeld non-verbaal gedrag, hè, wat je mist via WhatsApp, nou, die emoties die zijn niet meer weg te denken, sterker nog. En er zijn nog een heleboel andere dingen die we gebruiken in tekst, die toch bepaalde gevoelens kunnen overbrengen of intimiteit kunnen overbrengen. Dat is omdat wij gewoon die behoefte zo ontzettend sterk is. Er is nog geen enkele reden om dat te verwachten. Misschien over 100 jaar wel, hè, maar binnen nu en 20 jaar zie ik dat niet veranderen. Nee. Ik denk ook dat als we kijken naar wat er eigenlijk gebeurt vlak na de geboorte, dan kunnen die baby's nog helemaal niks met WhatsApp en weet ik veel. Maar dan, juist, over 100 jaar wel misschien, nou ja, hoor. Okay. Misschien. Maar wat we nu eigenlijk zien is dat bijvoorbeeld in de baarmoeder is het eerste zintuig wat volledig ontwikkeld is eigenlijk het aanrakingszintuig. Dus het eerste wat baby's aan zintuigelijke informatie echt binnenkrijgen is aanraking of in ieder geval tactiele informatie. En wat we ook zien is dat de eerste manier waarop baby's, kinderen hun emoties reguleren is eigenlijk door middel van aanraking van hun ouders, dus als vooral ook hele kleine baby's, als die huilen, je kan daar boven gaan staan, je kan dingen zeggen, help niet. Dat kindje wordt pas stil als je die optilt en vooral als je die tegen je aanhoudt. En zodra zo'n kindje dan stil wordt door die fysieke nabijheid, is dat eigenlijk de eerste manier waarop zo'n kind met zijn of haar emoties omgaat. Dus ik denk dat we in ieder geval op dit moment, ik weet niet of het over 100 jaar is, op dit moment worden we nog op zo'n manier geboren dat die fysieke nabijheid eigenlijk onvermijdelijk is voor het überhaupt goed kunnen omgaan met emoties. Ik zou volgens mij hierboven nog 1 vraag, dat is dan de laatste. Ja, helemaal goed. Ga ik even langs, sorry. Oh, ik doe het hoor, sorry. Ja. Mijn vraag gaat ook nog een beetje over digitale intimiteit en bouwt ook een beetje voort op wat er net is gevraagd. Maar er is al benoemd dat er heel veel positieve kanten zitten aan mensen die bijvoorbeeld via robots meer affectie krijgen eigenlijk. Maar ik heb laatst een artikel gelezen ook over dat er steeds meer mensen tegenwoordig bijvoorbeeld seksrobots hebben of zo. En dat het ook ervoor zorgt dat juist hun menselijke relaties, dat die juist schadelijker worden. Dus dat mensen juist minder respect voor elkaar gaan hebben of juist omdat ze zo'n bijna objectieve relatie hebben met die robot of zo. Ze ook denken van, nou, voel me daar heel fijn bij of zo. En dat ze met echte mensen bijna meer respect ervoor verliezen. Ik weet niet of er ook al onderzoeken zijn geweest naar of dat jullie daar misschien ook iets over weten.
Ik weet niet of daar onderzoeken naar zijn gedaan. Ja, ik ben wel bekend met het fenomeen ook van die seksrobots. En vooral in Japan is dat best wel groot. Maar wat natuurlijk heel belangrijk is dat de reactie van iemand, hè, dat was ook net de vragensteller, dat gaat eigenlijk, de eerste vraag ging over, wat doet het met mij? Het probleem van de robots, als mens zijn we heel adaptief, het probleem van de robots, ondanks dat AI ontzettend snel ontwikkelt, is dat die nog niet zo goed zijn en nog niet zo emotioneel of sociaal zijn als mensen. Wij moeten ze dat leren. En dan komt natuurlijk een heel belangrijk aspect, een ethische kwestie, waarvan ik eigenlijk wel sta te kijken dat die vraag niet is gekomen, is de mens programmeert die robot. En hoe wordt die robot geprogrammeerd, maakt ook hoe ermee om wordt gegaan. En dus als die robot onrespectvol wordt behandeld en die zegt daar verder niks van, die laat het gebeuren, dan leert die persoon inderdaad eigenlijk niet het goede aan. Maar uiteindelijk wordt die robot natuurlijk wel gemaakt door de mens. Dus daarin kom je wel op een kwestie van, ja, dat is een gevaar. Ik denk dat het geen groot gevaar is, omdat, ondanks dat het misschien in Japan wat groter is, zie ik niet dat het zo snel een vlucht zal nemen. Maar er zit wel een gevaar in, ja. En ook als je die robots programmeert, dan kun je eigenlijk menselijke intimiteit of wat wij willen, kunnen wij programmeren. Daar hebben we eigenlijk zeggenschap over. Ja, maar precies. Maar ja, op het moment dat je inderdaad dan een heel meegaande seksrobot doet, die je kan slaan en allerlei andere dingen die we eigenlijk niet wenselijk vinden, maar die dat toch gewoon allemaal heel maar prima vindt, dan weet ik niet wat heel integer is van de programmeur. Precies. Ja. We zijn aan het einde gekomen van deze avond. Mag ik een groot applaus voor de gasten Marjolein Anteunis, Esther Kruwer en Anouk Keizer. Ja, toch nog heel even. We hebben een hele avond met informatie gehad. Maar aan het begin van de avond had ik het even over corona. Het zou echt fijn zijn als jullie even dat mailtje kunnen sturen naar info@sg.uu.nl. Wij zijn er op 6 april weer. Dan gaan we het over de stand van de sterrenkunde hebben. Ik hoop jullie dan allemaal weer te zien. Dank jullie wel.